Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Niel Remus. Ik ga je één ding zeggen. Ik ben gefaald. Jawel. Ik moet hier terug gaan liggen. Hier. Ja, mijn rug doet pijn. Dan in mijn bed te liggen. Dus ik ga hier nu nog een paar uurtjes slapen, want het is nog maar 4 uur in de ochtend. Jee. Helpt ook wel niet goed. Allee mensen. Slaap wel. Tot straks. Hè. Yo yo. Ja, mensen. Ik ben nog moe. Je weet, ik heb mijn vlog al gestart. Ik heb hier dus geslapen. Oh. Jullie denken, wat is die groene doek zo onder u? Ah, wel. Dat is mijn beschermlaken. Omhoog van dat ik dat niet plak aan mijn leerzetels. Mag niet gaan zitten. Waarom niet? Oké, ik kan die wel gaan zetten. Want even alles opstarten op mijn computer. Voilà. Oh. Wat heb ik vandaag op de planning? Normaal gezien ging ik de Q&A op Hasselt Games doen. Maar er is een maar. Ik heb redelijk veel nog altijd rugpijn. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik ook slot. Dus ik zit nu op mijn puntje van mijn stoel. Want als ik echt de hele mat op moet gaan zetten, dan is echt aan die kant. Ik was heb. Doet het heel veel pijn. Ik ga zien hoe ik mij voel om 4 uur, dus 16 uur, nee pak 18 uur, dan begint het ook zo wat donker te worden. Ik wil het wel gaan proberen, de Q&A gaan op te nemen op Hasselt Kermis. Dus dan ga ik gewoon de vragen aflezen van mijn gsm en terwijl ook beantwoorden. Misschien zit ik wel voor een attractie. Misschien. Zit ik voor de attractie Decadence. Ofwel de Shaker, die doet het ook wel goed, heb ik gehoord. Want die hebben het rusten ingehuurd, heb ik gehoord. Voor hun attractie wat spectaculairder te maken. Ik zal het zo zeggen. Ik heb pijn in mijn rug. Ik ga ook niet vandaag te veel doen. Gewoon alles rustig op zijn gemakje zijn gangje laten gaan. En ja, zien wat de toekomst ook gaat brengen. Want ik heb ook afspraken nog opstaan. Ook zo gelijk de kinesist. Wanneer moet ik naar de kinesist gaan? Dus even kijken. Hè. Dat wil ik ook jullie nog wel meedelen. Wanneer ik naar de kinesist moet gaan. Zelfs op vandaag. Ik moet gaan bellen. Even gaan inbellen, ja. Oké. Okay. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Ja, ik heb
Ik moet eens even naar kijken, naar de instellingen. Voilà. Dan ga ik eens rustig vertrekken naar mijn schatje toe. Naar mijn liefertje toe. Ja, ze is een schat van een ander. Oh, echt waar. Nee, niet van een andere. Voilà, uit. Schoenen afvinden. Daar heb ik mijn schoentjes gedaan. Schoentjes. Iedereen komt als je schoentjes roept. Daar staan die. Daar staan ze. Kijk eens hier. Voilà. Zo. Ene voet erin, de andere voet erin. Ik zie nog iets. Als ik. Ik ga even zo onderbaan. Mijn GoPro ook laten opladen. Want ik zie hier dat niet volledig is opgeladen. Mijn excuses ervoor. Dus dan ga ik die even ook in de auto in de oplader gooien. Dan ben ik nog een tweede gedeelte aan het zoeken. Dat is mijn. Powerbank. En mijn powerbank die ligt op mijn kastje. Voilà. En dan heb ik nog een tweede kabel nodig. Welke kabel? Ja, die grote kabel ga ik nemen. Allee, kom los. Komt niet los. Voilà. Pak dat ook mee. Zeg dat ook tussen mijn vingertjes. Voilà, de zakjes. Dan. Zeg dat in mijn rugzak. Voilà. Gaat dat mee. Dit gaat mee. Voilà, ça. Voilà. Ik ben ready to go. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, hier bij Maxi zo aangekomen. Gaan we, jullie horen het, eten kopen. Lekker eten. Allee, tot ziens allemaal. Zo mensen, ik heb nog zo even de volheid bij me. De twee dingen. Want de rest ga ik nu altijd kopen. Dus twee dingen bij de kopen en de koolruit. Dat is de melk. En dan Oh nee, toch niet. Ik is hard en talk. Doef. Twee dingen ga ik niet opnemen. En laat staat hier cereal. Juist 3 euro. Voilà. Oh, die zijn nog goedkoper. Joink. En we deze hier nemen. Voilà. De winkelmerk 1,79 euro tegen. 2,79 euro, een euro uitgespaard al. Dat is leuk. Is
stuk. En dan hier nog de melk. Van elk. Oeh. Hier is de laatste. Tot zo. Zo, ik heb mijn melk en mijn sandwichje hier ook gekocht. Betaald, ik was even 10 euro kwijt. Oho. En nu eens even zo kijken. Want ik moet daar ook nog iets aftrekken van mijn bedrag. €29 moet ik nu nog vrijmaken, wacht hè. €123. €123. Hoeveel had ik juist gezegd? 29 hè. Dan heb ik nog 94. Voilà. Dus nu nog eerst. Ik ben heel goed aan het afbouwen, mensen. Ik ben echt heel goed aan het afbouwen. Ja, mijn sigaretjes waar ik nog altijd niet zonder kan. Maar binnenkort wel. Maar haha, kan ik zeggen vaarwel, sigaretjes. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Weet je wat het hatelijkste is, mensen? Je bent melk aan het vervoeren. Je moet in één keer plotseling goed remmen. En dan ligt alles goed door elkander. Jee, ik kan dus hier alles van de grond gaan rapen. En ik leg het gewoon op mijn karken. Hè. Oh nee, die heeft mijn sandwiches ook wel geplet. Oh, is niet goed. Niet goed. Hoi. Dan ga ik ook een fles cola ook al meenemen. Ja, ik laat de cola's meestal hier in de wagen. Waarom? Omdat ik die dan niet te rap opdrink. Dat is mij al opgevallen. Oh, mannetjes. En ze zijn hier ook het gras aan het afmaaien, dus dat is daar geluid van gehoord. Nu, ik had ook nog iets nieuws gekocht. Ah, hier. Dit, Fanta. Fanta Strawberry Kiwi. Nog nooit gedronken. Dan, dit gaat ook nog mee. En dan nog die wortelen. Want die moeten niet in de warmte blijven liggen. Niet goed. Voilà. Dan nog nu nog alles sluiten. Ah ja. Ah, ik vergeet dat altijd. Dat het via de binnenkant moet gesloten worden. En voilà. Dan gaan we eens even kijken hoe we dat best kunnen gaan vervoeren. Zo misschien. Ik weet het niet. Ja, het valt er dan. Ziet, het valt al. Mijn cola is aan het ontsnappen. Mijn cola kennis was het dan ontsnappen. En dan wordt hij nog gestoord ook nog. En dan zit hier al wat berg op, dan moet ik ook wel oppassen dat mijn andere cola fles dan weer al niet gaat lopen. Ja, dat is goed gedacht, sandwiches, om je daar voor te leggen.
Massa. Hoi hoi. Aan de kermis. Schoon kermis. Waarom? Ik ben naar de dingen geweest, naar de supermarkt. Oh. Ik heb zoveel wortelen. Ja, voor Maxi, hè. Ze zijn hier toch goed bezig, hè? Ja, die niet, maar dat moet niet. Ik wel, dat ze hier tussen kappen. Ja. Ik hoop het ook. En zeker ook deze U-bocht. Ja, maar ik heb het ook al uitgetrokken met jou, maar wat wil ik verder? Kijk, die meneer was van hier zo, maar ik hoop dat daartussen heeft een nieuwe pakkenplank. Of zei je, want als ze maar komen, dan zijn we niet genomen. Als die daar niet doet, dan zet je wel zo hier, toch? Ja. Nog niet. Misschien deze avond. Misschien, hangt af van hoe mijn rug is. Dan op de kleine carouselke gaan voor mijn vragen en antwoorden dan te kunnen beantwoorden van de kijkers. Maar als het echt niet gaat, ja, dan wordt het verschoven naar morgen. Want die kermis staat er nog tot zondag. Ja, ja, ik denk nu dat ze eerst het grote grofwijk doen. En als dan misschien dan morgen nog terug gaan komen voor het kleine werk. Ik weet het niet. De vorige keer hebben ze dat in hoofd. Daar tussen niet. Dat weet ik niet. Geweldig. Ah, oké. Okay. Allee. Doei doei. Yo. Voilà, nu terug verder aan het wandelen. Even dus een gesprek gehad met mijn... Onderbuurvrouw, jullie, nu zien jullie het ook eens dat het beter gaat. Oh, ik heb jeuk in mijn neus. Is er iemand weer over mij aan het roddelen? Ik weet het niet. Heel rustig. Heel rustig. Ja, ja. Ik ben er bijna. Half staat er even de liften. Oké. Ik zit er bijna in. Ja. We zullen eens kijken naar. Ziet, daar zijn geen knokken ingedrukt. Ga ik naar boven. Ja. Voilà. Oh my god. Hoe ze het er stond. Jammer genoeg net niet kunnen filmen. Oh. Dus voilà. Dan nu nog de goede rijden met mijn karretje. Voilà, ça. En geen iets gedaan dat je zo staat. Ik ben daar gezien geweest. Ah. Ja, ze stond hier. Jawel, 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 jawel. Voilà, mijn karretje is binnen. En dan zie ik jullie allemaal straks gezegd. Ik ga nu de melk en al ook sorteren. En dan ga ik nog zien wat ik ga doen vandaag nog. Goed, momenteel zegt mijn rug, niet doen. Maar het kan nog veranderen. Tot straks allemaal, jojo. Nee, het gaat niet goed bij mij. Ik heb echt heel veel last van mijn rug. Ik geef daar dus momenteel een no-go aan de Q&A op Hasselt Kermis. Ik ga het niet riskeren. Ik ga het niet riskeren. Nee. Nee, ik doe het niet. Ik heb nog zoveel lanten als ik zelfs mijn wasmand moet dragen. En dan zat die lift. Zat het nog niet eens hier onder. Ja, dat geeft me dan weer op tijd om mee de juiste sleutel te pakken. Voilà, en dan met mijn duim heb ik op de juiste verdieping kunnen drukken. Mijn sleutel pakken.
Nu maar zien hoe ik binnen ga geraken. Dat is me aan het lukken. Yes! En dan... een sap naar de kleine kamer toe gaan. Maar eerst mijn sleutels hier al aftrekken. En hier opsteken. Ja, ik wil eens weten hoe lang dat ik nu op die kleine wc zit. Ik zal zeggen, hier is even een klein... Wacht, muziekje. 3, 2, 1. Wacht hè mensen. Oké, het begint vanaf nu te lopen. Heeft het lang geduurd? Nee, nee, mensen. Nee. Het heeft niet lang geduurd. Ik ben blij dat ik eindelijk terug thuis ben. Dat is al punt 1. Punt 2. Ik ga dan mijn medicatie direct al innemen. Dat is punt 2. Punt 3. Ik ga dan weer al een aflevering van Familie kijken. Wacht hè, iemand. Oké, ik ga sowieso al één ding al zeggen. Sorry van de rommel. Wat hier allemaal ligt. Voilà. Welkom hier op mijn badkamer. Dit is dus mijn badkamer. Waar je dan ook elke keer mee doucht, alsjeblieft. Mijn douchekop. Een sparen douchekop. Top. Dan heb ik hier... mijn eigen. Kijk nu naar mijn eigen. Dus ja, hier doe ik dan ook... soms dus dan zet ik hier mijn GoPro op. Dan was ik altijd hier dan op mijn tanden. En dan scheer ik hier ook mijn timelapse. Voilà. Dit is hier de beruchte slaapkamer, waar alle liefde verdrijf gebeurt. Ja. Dan komen we hier aan op mijn hele kleine bergingske, die goed vol staat, jullie zien het. Vuilzak 1, vuilzak 2. Dat was eigenlijk voor gemeenschappelijke ruimte voorzien, dat iedereen dat kon gebruiken. Dus een tuinslang voor de auto te kunnen wassen of de ramen, noem maar op. Kon gans het blok daarvan gebruik van maken. Maar Will heeft daar anders over besloten om te zeggen van kijk, sorry, daar mag niks staan. Oké, okay. Dan heb ik nog een reeds kartonnen dozen. Nog altijd dankjewel Globachem, dat jullie dat hebben voor elkaar gekregen dat ik dit allemaal mag meenemen. Jee. Dan komen we aan op de wc waar ik juist zat. Niks speciaals. Dan komen we hier in een donkere ruimte. Dat is dus mijn keuken. Voilà, mijn keuken. Ook wel wat rommelig. Ik weet het. Ja, ik ben ook pas thuis. Hè? Mensen, jullie hebben het gezien. Ik heb mijn cola wat in mijn auto stond even terug opbergen in de frigo. Dat die zelfs goed lekker koud is. Dan ook nog de melk in de koelkast zetten. Zonder een broek erbij. De lactosemelk. De lactosevrije melk, ik zal het zo zeggen, juist zeggen Dimitri, lactosevrije melk. Die liggen dan ook al in de koelkast, dat die ook al goed fris zijn voor mijn schat deze weekend, als zij koffie wilt. Dan, ja, hier mijn, ja, ik zit nu hier wel regelmatig ook te slapen, daarom ook die groene doek. Als ik, ja, ik slaap altijd
zonder broek en t-shirt. Dus betekent dat ik alleen maar slaap met mijn onderbroek. Maar je weet wat je in je slaap doet. Zweten. En als je je dan herlegt op leer, plak, 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 plak. Ja, dat doet pijn. Hier kijk je dan ook wel familie op. En nog andere series, zo wil ik de Ghost Adventures, waar ik heel erg aan het missen ben. Voilà. Dan hier heb je dan mijn eetgelegenheid. En ook waar ook wel soms spelletjes worden gespeeld. Dan hier de beruchte hoek van mij. Waar ik ook de video's edit, live streams op doet en al. Dan gaan we nog even verder. Ja, dan kom je hier aan mijn balustrade en dan stopt mijn gebouw. En dit is hier mijn koertje. En kijk dat eens aan, hoe mooi dat het gras gedaan is. Voilà. Ik hoop dat je het ervan hebt genoten. Ah, de brouwer. De brouwer is gearriveerd voor drank. Nee, vandaag gaat het echt niet zo denderend goed. We hebben nu ook van Maxi Zoo ook nog leuke tips gekregen. Dat er ook nog even in vermelden. Heb je daar nog iets te melden? Nee, niet echt. Dus ik heb hier ook een korte rondleiding gedaan, ook in mijn gebouw, in mijn script. Ik ga de Q&A morgen vroeg opnemen. Die ga ik hier dan nog erbij plakken. Dus daarom dat ik zeg van kijk, ik ga mijn vlog deze keer niet in zal sluiten. Dat ik mijn Q&A morgen vroeg goed vroeg kan beginnen op te nemen. Mijn gsm. Waar is mijn gsm? Heb ik iets opstaan morgen? Morgen is het voor mij dinsdag. Voor jullie al woensdag. Dus even kijken. Ah! Als je juist geunlockt. Morgen heb ik niks op het programma, dus dan kan ik dat s'morgens vroeg ook perfect s'morgens vroeg rond een uur of 10 al doen. Of 9. Kan ik de Q&A nog even gauw opnemen voor jullie. Want ik vind niet dat ik jullie in de steek daarvoor moet laten. Dus bij deze. Doe ik al redelijk veel moeite. Ik heb nu redelijk wat last van mijn rug. Het gaat echt nog altijd niet goed. Ik zit ook te zweten en al de laatste tijd. Ik ga ook nog één ding nog zeggen, even ook nog in deze fragment, waar ik ook heel veel angsten voor heb. Ik heb heel veel angsten voor als mijn rugpijn zodanig blijft aanslepen, want ik voel het ook soms dat mijn rechterbeen ook moeilijk begint te doen. Ik heb woensdag ook afspraak bij de dokter. Ik heb woensdag een afspraak bij de kinesist. Dus dat is ook alweer al heel mooi. Maar ik heb angsten voor de uitslag van de MRI. Ik wil geen spuiten in mijn rug. En het gaat cru klinken. Ik ga altijd blijven vechten. Ook zijn de angsten ervan dat ik in een rolstoel ga belanden. Daar heb ik het meeste schrik voor. Ik heb al sinds
in het begin van mijn leven een misgroeiing in mijn rug. Ik kom daar nu ook vooruit. Ik zag wandelaars even. Ik kom er nu ook vooruit. Ik doe het alsjeblieft mij niet na wat ik ook nu ga vertellen. Dus ja, eerst pakte ik ook hele zware medicatie. Ik ben daar nu ook terug opgevallen. Dankjewel dokter voor Redomex, die milligram. En dan was er nog eentje. Die ligt daarop. Of, ah nee. Huh? Oké. Okay. Strange. Ah, daar. Oké. Okay. Dus, en dan ook nog eens aceclofenac. Aceclofenac. Moet ik dus ook aan het innemen. Zeer zware pijnstillers. Ik ga het ook jullie zeggen. Ik slaap er heel goed van. Dankjewel, dokter. Ik ga me hier ook terug wat installeren hier in de woonkamer. Of ga ik op mijn slaapkamer blijven zitten? Ik ben nu zelfs ook al aan het twijfelen. Aan het twijfelen van waar ga ik goed kunnen slapen? Straks. En daardoor dat ik 's nachts ook zeer slecht slaap, slaap ik ook nu momenteel overdag zeer veel. En dat is niet de bedoeling. Waardoor dat je weer al ook nachten zit wakker te liggen van, fuck, ben ik nu al terug wakker, 2-3 uur 's nachts. Dan krijg ik ook weer al moeilijk in slaap, omwille van, wat doe ik dan? Ik smeer een sandwichje, hup, ik eet wat, drink een shotje melk. Dat is eigenlijk je ochtendroutine, waar je mee ook mee opstaat. Dus dat, dan denkt je lichaam, oh ja, wij moeten ons klaarmaken om in actie te schieten. Nee. Bij mij is het niet zo. Bij mij is het dan, ik wil terug gaan slapen. Maar dan lukt dat niet. Dan lukt dat echt heel moeilijk. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik weet niet hoe ik het allemaal anders er moet gaan verwoorden en al. Ik zit te suggelen. Te suggelen met mijn rug. Voilà. Bij deze hoop ik dat jullie mijn gelutterde beteut nog niet beu zijn, want na deze lutemeteut is er ook nog in een keer, jawel, de waar is mijn gsm nu weer, man? God, ja, dan heb je die weer al op mijn slaapkamer laten liggen. Wacht, hè. Wacht, hè, mensen. Ik wil dat ook nog eens aan jullie laten horen. Echt waar. Ik ben blij dat ik dat ook op mijn YouTube-kanaal heb gezet. Dus het, je kunt het allemaal herbeluisteren op mijn YouTube-kanaal. Voilà, hier. Oeh, dat is reclame. En zeilen, dan kom ik deel uit te maken van mijn leven. Dat is ook weer afval. Duimpje omhoog, moet ik wel eerlijk toegeven. Noem maar op, bij deze. En ik laat aanraken niet, dat is meer. Dat is niet die van de Q&A.
Hier. Ja. Dat is hem. Knallen met de klik en een mic. Hubel, trakkers op de weg. Grote trucks zonder pech. Kijk man, ja, snelheid zit erin. Racen tot het einde in een win. Bekend van de stippenlijn. Altijd goed voor een fijne lijn. Q. Vragen van fans elke dag op weer. Q. Cycle doet het op zijn eigen manier. Hey, met de headset op zijn hoofd. Slaan de games, nooit een kloof. Video'tjes editen in de nacht. Nieuwe avonturen altijd bedacht. Je brengt zo ver. Elke trip een avontuur zonder meer. Mouwen omhoog achter het stuur. Zingen door het landschap. En binnenkort zal ik het nog wel eens doen met meer verlichting. Met de headset op zijn hoofd, slaan de games nooit een kloof. Videootjes editen in de nacht, nieuwe avonturen altijd bedacht. Je brengt zo ver, elke trip een avontuur zonder meer. Mouwen omhoog achter het stuur, zingen door het landschap puur. Q. Vragen van fans elke dag oké. Q. Cycle doet het op zijn eigen manier. Hey. Dank u. Q&A. Dankjewel Juicy Adhi voor deze hele mooie remix. Echt waar, ben ik jou echt duizendmaal dankbaar voor. Dankjewel. En nu de Q&A. Hallo kikkers en welkom weer op een nieuwe Q&A. Oh my man, ik kan nog heel lang die O aanhouden. Leuk. Oké, Cat Yeet vraagt, Fakka, liever een derde arm of een derde tepel? Daar beantwoord ik jou niet op. Oké, dan krijgen we over kipknots, over dagelijkse routines. Wat is het eerst dat je doet als je 's ochtends wakker wordt? Wel, een sandwich eten, 1. Mijn vlog uploaden, 2. En dan mijn tanden poetsen, 3. Enzovoort. Heb je een vaste ochtendritueel? Ja, dus het uploaden van mijn vlogs. Dat is echt een standaardtaak. Hoe begin je je dag het liefst? Met koffie of thee? Met koffie of thee? Mep. Allebei fout. Waarom? Ik begin liefst met mijn dag met een heerlijke tasje chocomelk. Wat is je favoriete ontbijt? Alhoewel, wat ik ook wel niet zoveel eet, is die Choco Pops. Oh, dat is mijn favoriete ontbijt. Ofwel smaakt met honing. Oh, lekker. Moeten jullie eens ook eens hebben geproefd. Allemaal in de winkel te verkrijgen. Hoe ziet een ideale vrije dag voor jou eruit? Om zoveel mogelijke dingen te doen, voor Psycho TV ook, zit ik heel vaak ook wel achter de schermen te werken. Zit ik heel weinig ook te vloggen en al.
Pas, zo ziet ook mijn vrije dag ook eruit. En probeer ik ook contact te leggen met organisatoren en al voor daar eens gaan te filmen. Wat is de laatste app die je checkt voor het slapen gaan? Wat is mijn laatste app dat ik voordat ik ga slapen gaan? Facebook. Echt waar, Facebook. Ik geef dat nog altijd toe. Facebook. Besteed je elke dag tijd aan sporten of bewegen? Daar ga ik een heel eerlijk antwoord op geven. Een heel eerlijk antwoord, hè mensen? Zodat jullie je oren even warm doen. Nee. Besteed dat niet elke dag. Hoeveel tijd per dag breng je door op sociale media? Ik denk toch grap 2-3 uur per dag. Wat doe je om te ontspannen na een drukke dag? Oftewel een livestreamje doen. Oftewel zonder livestreamje. Counter-Strike 2 spelen. Eurotrick Simulator spelen 2. Planet Coaster, waar ik nu momenteel ook heel veel mee bezig ben. Om dat ook continu in orde te krijgen. Voor ook leuke opnames daarmee te kunnen doen. Wat is een hobby waar je dagelijks tijd voor maakt? Mijn vlogcamera vastpakken en beginnen te vloggen. Over eten en koken nu. Oké, kipknots. Kook je vaak voor jezelf of eet je liever buiten de deur? Maandag, dinsdag en woensdag ga ik altijd mijn eten halen bij mijn ouders. Dat geef ik eerlijk toe. Donderdag eet ik dan nog van woensdag op. Vrijdag, zaterdag en zondag, dan probeer ik wel eens voor mij te koken. Ofwel wordt het wel soms wel eens buiten de deur iets gaan eten. Wat is je favoriete gerecht om te maken? Macaroni met kaas en hasp. Ben je een zoete kool of hou je meer van hartig eten? Wat bedoelt je daarbij? Ik weet het niet, maar wat bedoelt je daarbij? Wat is je go-to snack wanneer je het echt hebt tussendoor? Mijn allerfavorietste snack, dat is trombole. Die driehoekige chocolade. Zo lekker, echt waar. Als je in één maaltijd de rest van je leven moest eten, wat zou dat zijn? Oh, dan twijfel ik, oftewel, tussen tomatensoep. Ah ja, dat is één maaltijd. Dus tomatensoep met balletjes en beschuit. En dan voor, ja, warm eten, ja, macaroni met kaas en hasp dan. Ja. Dan de DC. Stelt ook 15 vragen. Probeer je vaak nieuwe recepten uit? Dus het nog over koken, hè? Ja. Probeer je vaak nieuwe recepten uit? Nee. Sorry. Nee. Ik zat even fout. Nee. Eet je meestal gezond of geef je je wel eens over aan fastfood? Ik geef me heel vaak over aan fastfood. Over dagelijkse activiteiten en gewoontes hebt. Wat is het leukste dat je vandaag hebt gedaan? Dat ik toch wel even heb kunnen rondwandelen. Ik heb hier gewoon in de buurt wat gewandeld. Mijn gedachten even leeggemaakt. Ook de afwas gedaan. Ik heb hier ook wat opgeruimd. Dus ja. Dat heb ik vandaag gedaan. Heb je een vast moment op de dag waarop je tijd voor jezelf neemt? Nee, ik geef dat eerlijk toe. Wat is het gekste dat je ooit in je dagelijkse routine hebt meegemaakt? Oh ja. Dames en heren, de aarde gaat weer overgaan. Morgen. Dan ga ik morgen gewoon met een stoeltje dan buiten zitten. Allee, kom aan. Laat de wereld maar eens vergaan. Kom aan.
Dat is het gekste wat ik ooit in mijn dagelijkse routine heb gedaan. Gewoon buiten, continu gezeten, tot de volgende dag aangebroken is. Om te zeggen van, yay! Ik heb weer al een wereldondergang overleefd. Toen hoeveelste al? Al de waakste, denk ik. Oké, voilà. Wat is een taak in het huishouden waar je echt een hekel aan hebt? De strijk. Daar heb ik het echt het hekel aan. Omwille van dat kan ik het niet goed. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik heb het al geprobeerd te leren in school. Te leren op GTB. En geleerd op INZ. Al die drie instanties mislukt, mislukt, mislukt. Luister je naar muziek tijdens het werken of ontspannen? Zo ja, wat voor muziek? Trance. Hoe vaak kijk je per week naar films of series? Elke dag. Ik kijk gewoon naar series toe op YouTube dan. Echt voornamelijk op YouTube. En ook ene serie waar ik ook heel goed aan het volgen ben, is zowel De Verraders als The Masked Singer als Familie. Werk je liever 's ochtends vroeg of ben je meer een nachtmens? 's Ochtends vroeg. Wat doe je meestal tijdens je lunchpauze? Ja, eten. Mijn lunch opeten. En dan nog een sigaretje gaan roken. Maar dat ga ik ook proberen af te leren, omwille van ik wil een rookvrije longen hebben. Hoeveel tijd besteed je dagelijks aan het lezen of het volgen van het nieuws? 30 minuutjes per dag ongeveer, want ik kijk ook wel heel vaak op het laatste nieuws applicatie. Ik weet niet of dat een goede website is voor nieuws op te kunnen volgen. Ik weet het niet, laat het mij hier onderaan in de comments weten. Wat is de gadget die je dagelijks het meest gebruikt? Mijn stappenteller. Gebruik je technologie om je dagelijkse activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld een planning app? Nee, dat gebruik ik niet. Ik laat de dag komen hoe het ook komt. Kun je een dag zonder je telefoon? Wel, dat is een hele moeilijke. Ik wil daar eens op experimenteren daarin. Maar ook wel dat ik normaal gefilmd word. Hoe zal ik reageren 24 uur zonder een telefoon? Sluit mij eens op ergens. Iemand die echt zo ook zo ideeën heeft of zo. Of een filmploeg of zo die jullie kennen. Van, spreek hun aan. Zeg van, kijk, we hebben een geweldige idee. We willen Psycho TV 24 uur opsluiten zonder zinnen gsm. Hoe gaat hij daarop reageren? Nu heb ik weer al ideeën gegeven aan kijkers. Oh nee, zo is wordt het weer al een werkelijkheid. Dan, e-mail. Waarom moet Bea constant naar de wc? Heeft die diarree van al de frietjes die ze eet? Ze eet niet elke dag frietjes hoor, e-mail. Nee, moet je ook niet aan denken. Ze heeft gewoon darmproblemen. Punt uit. Meer wil ik daar niet over hebben. Dan, Juicy AD, denk, komt door dat Dimi melk in alles doet. Dat is niet waar. En Bea lactose intoleranten. Ah, dat is daar de reactie op e-mail. Oké, ik snap hem. Dan, e-mail. Heb je nog steeds seks met mannen terwijl je een relatie hebt met Bea? Kijk, zo van die 18-plus vragen, daar lees ik wel voor, maar daar negeer ik. Wanneer gaat Bea nog eens bloemkoolsoep maken? Was leuk vlog toen ze dat deed. Dan doet ze ook eens wat. Ze doet heel veel hier in mijn huishoudelijke taak. Echt waar. Mensen. Denk nu eens 2 seconden na. Als ik hier nu stop met vloggen, weten jullie nu dan wat er achteraf gaat gebeuren? Nee toch? Zal ik terug nog eens naar Bea gaan? Dat weten jullie niet. Dat gebeurt allemaal achter de schermen, soms. Voilà.
geef eens drie dingen waar Bea zeer goed in is. Hier mag je maximum 5 seconden bij nadenken, anders ken je haar duidelijk niet goed genoeg. Dus geef drie dingen waar Bea zeer goed in is. Ze is goed in knuffelen. Ze is goed hier in alles te organiseren om alles wat ordelijk te houden. En ze is ook goed met kinderen en dieren. Voilà. Je had nu de kans gekregen om een goede content te filmen. EK wielrennen. Wat doet Demi? Die besluit dit helemaal te ontwijken. Je bent echt een van de domste YouTubers die er bestaat. Maar als de domme uitschrijven, e-mail, moet ik je weer al eens boven gaan halen. Van... Ik doe het nu niet, omdat van, ik heb het in de vorige Q&A te boven gehaald. Bij deze is dit opnieuw een waarschuwing. Dank u. Je moet kiezen of je wordt ouder dan 45 jaar of je moet choco opgeven voor de rest van je leven. Choco opgeven voor de rest van je leven. Dan, oprecht blij dat je live op locatie bent gegaan. Dit is wat mensen willen zien. Kan je dit wel eens op voorhand melden dat dit gaat gebeuren zodat we allemaal op de hoogte zijn? 1. Ik wist niet dat daar een geweldige goede verbinding van 5G-netwerk was. Dus dan heb ik daarvan geprofiteerd. Maar toch is het niet 100% helemaal goed gegaan. In de livestream heb ik gehoord dat er ook heel veel naar het einde toe blokjes aanwezig waren met mijn livestream. Mijn excuses, ik kon er niks aan doen, want via mijn gsm zag ik op mijn beeldscherm gewoon perfecte kwaliteit dat doorgezonden werd. Dus ik kon niet zien hoe jullie als kijkers het ervaren van die livestream. Ik had geen tweede scherm of zo bij, ik had geen computer of zo bij, hè. Voilà. Dan Steven Noppen. Wat zijn de basisbehoeften van een konijn? Voer, onderdak, beweging. Voer, dat die zo stoppertjesvoer krijgen en ook voldoende hooi. Onderdak, dat die ook niet te lang ook in de buitenlucht verblijven, het konijntje. En beweging heeft die hier genoeg hier in mijn appartement en ook in haar appartement. Wij laten die ook eens regelmatig eens rondlopen in onze appartement. Hoeveel ruimte heeft een konijn nodig om vrij rond te kunnen lopen? Genoeg vrije bewegingsruimte. Welke voedingsmiddelen zijn veilig voor konijnen en welke moeten ze vermijden? Dat vragen we altijd aan Maxizo. Hoe vaak moet ik mijn konijn naar de dieren aanspringen voor controle en vaccins? Dat moet je in uw boekje kijken. En daar kan ik nu jammer genoeg niet in kijken, want ik heb dat boekje niet. Dat heeft mijn goede liefde Bea. Wat zijn de kosten van het onderhoud van een konijn? Voerverzorging en dierenarts. Ik weet dat niet, dat moet je niet bij mij zijn. Hoe kan ik mijn konijn socialiseren en zijn haar gedrag verbeteren? Dat weet ik niet. Wat zijn de gebruikelijke gedragen en tekenen van welzijn bij konijn? Alsjeblieft, echt waar. Nee. Dat gaat niet over mij. Het gaat over, continu over konijn. Als je zo van die vragen hebt, Steven Noppen, vraag dat aan de dierenarts. Ik ben daar niet zo 100% in thuis. En als we iets niet weten, 1. Vragen we dan de begeleiding. Of 2. Vragen we dan Maxi zo. Voilà. Bij deze ben ik rond met de Q&A. Van op Discord. Ja, want dat staat ook bij mij hier zo bovenaan. Eerst Discord en dan yoink, YouTube. Dus oké, we zijn aankomen op YouTube vlog 1892. 7 reacties opgekomen. Davy Jacht, Tony TV. Wat bedoelt je daarmee? Ik weet het niet. Dan Benny. Dan ga ik toch eens liever een goed steak eten in een restaurant eten dan uw ranzige... Oké, dat is jouw mening, Benny. En waarom moet je dan echt zo van die mooie woordjes daar van boven halen? Ranzige kost, uw ranzige kost. Benny. Zal ik ook zo eens gaan uithalen? Wat een...
Wat een debiel zit jij wel niet, hè? Wat een debiel zit jij wel niet, hè, Benny? Voilà. Nu haal ik eens ook eens uit op Benny. Jij zit een fucking helle debiel. Want op comments, hier schrijft hij, dat boeit niemand, debiel. Oké. Nu heb ik de boemerang maar eens teruggestuurd naar jou toe, Benny. Benny, echt waar, jij zit in een vuile, vuile debiel. Punt uit. Dan, Curry, worst. Ben je weer aan het zagen tot, en met, ik snap niet dat jij dat toelaat, Timmy. Jij wil gelukkig zijn en zij altijd zagen en kalm moet doen. Jij mag niet eens jezelf zijn. Ik mag dat wel, Curryworst. Maar momenteel zijn het een moeilijke periode waar wij even door moeten bijten. Maar voor de rest gaat alles heel goed tussen ons. Maar ze heeft het even heel moeilijk de komende maanden. En ik sta echt klaar voor haar. Ik zal ook altijd een luisterend oor zijn voor haar. Punt uit. En dat heb ik verbeterd, Smurf. Hij is Zwan met een N van nietsnut. Oké. Bobert. Vliegen zwamworstjes. Dan Smurf. Het is Zwan met een N van... Ja. Dat ga ik dus niet uitspreken. Dan hebben we Blend Coaster Seizoen 1 episode 3. Daar zijn toch twee reacties op gekomen. Efteling Coaster Freak, dankjewel ook om te reageren. Als je een indoor dark rides of achtbanen toert, zou ik aanraden zo je binnen bent het nacht te maken. Zodat alles er ook daadwerkelijk uitziet. Alsof het binnen is. Messi, Efteling Coaster Freak. Die tip, hè, die ga ik zeker eens meenemen in mijn Planet Coaster. Echt waar. Dankjewel voor die mooie, mooie, mooie tip, man. Daar geef ik wel eens een hartje op. En wel, dat is een opbouwende kritiek waar ik toch ook weer al iets aan heb van... Ah ja, dan moeten we dat toch maar eens proberen. En dan gaan we dat ook wel zo ook aanhouden. Dan War Kane... Top Video Psycho vindt het wel altijd jammer dat wanneer er zoveel gebouwd is in Planet Coaster dat dan de FPS keldert. Ik weet het. Ik weet het. Dan gaan we weer eens verder naar de QQ&A van 16 september, vlog 1892. Twee reacties opgekomen, jammer genoeg. Dan Marcus Delictus. Spreek ik het zo goed uit? Laat het alsjeblieft even weten. Want ik kon geen nickname fout beantwoorden. Uit welk land kom jij? Waar is dat accent vandaan? Ik kom uit België, Vlaanderen, Limburg. Alken. Daar lig ik ook tegen Hasselt aan. Dan dat ik ook soms zo een leuk accentje heb op zijn Limburgs, hè. Ik zou eens even verder praten, zo wat draaien op zijn Limburgs. Zo gelijk bij Verdel DNB. Wat is een video-idee dat je al lang in je hoofd hebt, maar nog niet hebt kunnen uitvoeren? Ik spring uit een vliegmachine, alleen om jou te zien. Maar dan moet je voor met drie zijn, want ik wil een tandemsprong maken. Maar dat ik dan ook iemand anders, die ook dan mee naar onder gaat dan, met de parachute, die ook dan mij ook continu ook zit te filmen. En daar dan een hele mooie timeslapje van maken. Oh ja, dat is dan een, ja, dat is nog nooit uitgekomen. Dan hebben we vlog 1893, 7 reacties. Eddie, meer reactiesvideo's, AIB. Oké, dan gaan we dat zeker ook doen. En dan Benny, altijd maar commentaar geven, maar zo rijd je zelf ook, Soefin. Benny, let op uw taalgebruik, Soefin. Nope. Boterhamvlogs, Dimi, woorden die Bea gevraagd had om te piepen, niet gepiept. Goed naar Bea geluisterd, Dimi. Oh my god! Ja, oké, ik heb niet naar meer geluisterd. Billen GSM, beter kwaliteit! En dan mijn GoPro dan?
In daglicht en donkerte koel bro beter. Maar in daglicht, is met een gsm precies beter. Donkerte koel bro beter. Ah, oké. Dan Mac Attack. Russian dashcam video's zijn altijd goed. Beetje minder geaccepteerd proberen reageren. En laat dat Hollands accent maar achterwegen. Vlaams is al veel beter. Oké, Mac Attack. Dan zijn we aangekomen bij Planet Coaster seizoen 1 episode 4. Daar zijn in totaal 0 reacties opgekomen. Dan vlog 1894, daar zijn in totaal 0 reacties opgekomen. Dan hebben we vlog 1895, daar zijn in totaal 6 reacties opgekomen. Oké, daar gaan we dan, hè. Bij Force One, Dimi, waarom kakske in 2? Is dat omdat je diarree had of is dat voor een andere reden? Wil het van je weten. Alvast bedankt, met vriendelijke groeten, bij Force One. Die moet kakske in 2. Is dat? Waarom? Waarom kakske in 2? Dat is die Tumblr. Ja. Nu snap ik hem. Niet dat ik diarree heb of zo. Dat was gewoon een leuke overgang. Dan Romeo Pietrojan. Goeie vlog, Peter. Zeer goed in elkaar gestoken. Mooie overgang. Zeker die op 1624. Echt cool gedaan, Martijn. Je zit goed bezig. Jens, zo blijven doordoen. Leuke fragment op 1418. Leuke fragment. Oei. Oké. Okay. Zal eens even kijken. Hè? Mooie overgang, zeker die op 1624, maar die duurt toch maar 13 minuten 39 seconden. Oké, ik snap het niet. Oké, ja. Misschien op mijn vorige vlog dat hij daarover had. Oké. Hier nog één, of zo wil ik 1411 en 1416. Huh? Zo word ik bopperd. Ook nog een kleine opmerking, maar alleen maar opbouwende kritiek. Hé, Dylan, van 1411 tot 1416 start je gewoon je wagen zonder voor te warmen. Ook het is zomer, maar ik waarschuw je maar dat dit in het winter echt nodig is. Gloeibougies zijn zeer essentieel onderdeel van de wagen. Koud starten is niet aangeraden. Met de vrouwtjes is dat ook zo, hé, sloeber. Gevolgd door het niet diep genoeg induwen van koppelingspedalen met alle gevolgen van dien. Iets meer aandacht naar deze twee naar deze twee zaken toe, zou het levensduur van je wagen... Dat is zo'n moeilijke woord, kan ik niet lezen. Verlengen. Het is met de beste wil van de wereld dat ik dit advies geef. Hé, David, haha. Geen commentaar, ik wil alleen maar helpen. Groetjes, dan weten jullie dat. Ah wel, Bobert. Dankjewel om deze mooie gouden tip aan mij te geven. Dan heeft hij nog eens gereageerd. Dag Dennis. Okay. Ik ben blij dat je deze keer hebt gekozen voor een korte vlog. Ik ben de lange vlogs een beetje beu zo. Door mijn mentale beperking van ADHD is mijn aandachtspannen vrij kort. Hierdoor is het voor mij niet mogelijk om vlogs langer dan 13 minuten en 39 seconden te bekijken. Gelukkig is deze net gepast. 13 minuten en 39 seconden. Heb ik hem dus volledig kunnen bekijken. Dankjewel voor het entertainment. Goed bezig, Danny. Keep it up. Sorry dat deze vlog
heel, heel, heel lang is. Omhoog van dat er ook nog een Q&A aan gekoppeld is. Sorry daarvoor. Maar dat is meestal op de dinsdagsvlog als die online is gekomen. Ja, dus de vlog van waar ik ook vandaag aan het maken ben. Hè. Dan first last. Vlog 1896, 3 reacties opgekomen. Boterhamvlogs. Jij kinesis gewoon laten zitten terwijl dat de enige is dat jij moet doen. Met je dag goed bezig, echt waar. Boterhamvlogs. Ik heb sowieso één ding zeg. Ik slaap s'nachts zeer slecht. Waardoor dat ik ook overdag meer begin te slapen. En dan kom ik er ook in één keer in een vaste slaaproutine. Zit ik zo vast te slapen. Ik was op die dag om 6 uur te goed vertrokken. En toen ik het zag, was het al was het juist op de tijd dat ik daar moest zijn. Dus ik heb direct gebeld. En toen hebben ze gezegd, ja, kom maar woensdag dan gewoon langsaf. Oké. Okay. Bear Force One. Dimi. Maar dus, vraag, heb je soms last van jeuk aan de oksels? En indien je, wat doen je daaraan? Wil het weten? Bedankt, met vele groeten bij Force One en groeten aan Beaken. Zij had mij een... Oké, daar ga ik niet verder voor lezen. Dus zij heeft een berichtje gestuurd. Oké, met vele groeten bij Force One. Wacht, hè. Ik heb soms eens last van onder mijn jongens en dan krap ik gewoon zo. Hè. Pop. Voilà. En dan is het juksel weg. Dan curryworst. Vreter. Gij doet maar dat je veel rugpijn hebt, maar wel constant als clown rondrijden in auto naar Hasselt, Vierwijk gaan, haha. En dan nog niet eens naar de kinesist gaan. Luierik, gij moest u schamen. Ik ga één ding zeggen. Ik heb daar ook op de grond gezeten tijdens Hasselt, Vierwijk. Voordat alles begon, zat ik op de grond te wachten. Tegen een rek aan, dus mijn rug was ook perfect recht. Dus, voilà. En dan heb je nog Hasselt Vuurwijk, vlog 1897. Daar is één reactie opgekomen. Blij te zien dat uw rusken weer genezen is, omdat je naar het vuurwijk kan gaan zien. Mijn rusken is nog niet genezen, echt niet. Vlog 1898, daar zijn 7 reacties opgekomen. Curryworst. Jij werkt niet, dus niet werken is time te zeggen. Oké. Okay. Boterhamvlogs. Korte vlogs is beter soms als je niet veel te doen hebt. Ja, oké. Okay, meestal probeer ik dat toch nog naar een uur te gaan. Dan probeer ik mijn vlogs altijd zo vol te... te klappen. Ik weet het, boterhamvlogs. Ik weet het. Dan Eddie. Veel plezier op de kermis. Ik ben nog niet eens op de kermis geweest, Eddie. Fantube. Mooie vlog, dankjewel. More information, goede avond terug. Badmak, hallo, hallo. En Bart Simink, als ik het goed uitspreek, hey terug. Zo. Nu, dat ik toch nog wat jullie aandacht heb... Wil ik toch nog eentje gaan doen. En ook nog dat jullie nu een beter beeld hebben. En jullie mij ook beter gaan ook zien. Naar een hele leuke muziekje. Wat ik daar ook juist heb gedaan. Dan wil ik ook nog eens één keer overdoen. Maar nu dan met beter belichting. Ik zou zeggen, geniet er maar van. En dan is dat ook in één keer de afsluiting van mijn vlog. Ga je go! Ik zit het gewoon te strike. Dan met de mic. Nu, terug, kijk. De pech. Q, 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 Q,
Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q en X. Zet op de klop. Slaan de gang. Klop. Yo, begint te zitten, dit is een klacht. Maar van toe het altijd verdacht. Neemt je weg. Dag, dan is het hier het pech. Wat voor bestuur. Ik vond dat het aan de stap. Q, 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 en E. Ja, dat ben ik, dat ben ik daar. Q, 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 en E. Omdat het een eigen manier. Q, 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 en E. Dankjewel. Dit was opnieuw PsychoTV, de streamer van Duty HD. Dankjewel daarvoor dat je dat zo mooi in elkaar hebt gestoken. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn vlog. Sorry dat het weer al zo lang is geweest, maar ik heb ook wel een hele mooie afsluiting voor jullie gedaan. Even nog een keer eens gezongen en de moves gedaan, noem maar op. Toef, 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 van Counter-Strike, hè. Voilà, ze. Mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of iets anders er gebeurt op mijn YouTube-kanaal. Ik wens iedereen nog een leuke, prettige dag toe. Yo, 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 nee, ik ga het niet meer doen. Yo, 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 bye, bye.